Niettegenstaande dat Aalst carnaval voor een niet-Aalstenaar onbegrijpelijk is en blijft, is er toch veel algemeen geweten over het carnavalsfeest in Aalst. Maar er zijn ongetwijfeld ook goed bewaarde geheimen. Kan jij er eentje met ons delen? Nee, ik denk niet dat er geheimen zijn, want een carnavalist is niet echt een zwijger. En zeker tussen pot en pint wordt alles doorverteld of verteld. Dus ik denk niet dat het mogelijk is om in het carnavalmilieu geheimen te bewaren. Er is maar één ding in carnaval, en dat is in feite geen geheim, maar dat is een vaststelling. Als er respect is tussen jeugd en de ouderen, en omgekeerd, wij zijn dus een groep, wij hebben 80 leden. De jongste die erbij is 14 jaar, die staat hier te plakken trouwens voor het moment. De oudste die erbij is 65 jaar. En dat respect wederzijds, dat is hetgeen dat telt in een vereniging. En daar gaan er veel te verenigingen om ten onder. Zet niet oude mensen af, want je hebt ze nodig. En ook omgekeerd, leer de jongeren op. Hey, carnaval is een erfgoed, dat moet doorgaan, dat moet blijven gaan. Goh, ja, 2 jaar geleden was ik verkleed als een burgemeester, identiek hetzelfde kostuum, 4 uur in de schminkstoel gezeten, voor er echt wel als de doge ooit te zien. Een van de tofste momenten is dan, je tert een binnenkoer binnen van het stadhuis en de security achter de deur veropen. En 10 minuten nadien komt een echte af en die mensen weten dan ooit niet wat ze veren hebben. Ik pas in het klimaat dat we nu leven, dat niet direct niet meer zou gebeuren. Alles stond nu echt wel ook voor de veiligheid. Dat is jammer dat zo moet opgescherpt worden. Maar het is alles is toch een leuke ervaring dat ik toen heb meegemaakt. Vorig jaar hebben we de straffen gedaan. Vorig jaar hebben we de premier. Ik zag de premier in Brussel. Ik zeg, premier, zou je een keer niet naar Aalst carnaval komen? Een beetje twijfelachtig. Maar ik heb hem over de streep gezegd. Ja, zeg, naar de stoel kan ik niet komen, maar ik ga dan naar Juinenworp komen. Ik zeg, dat is een goed gedacht. We hebben hem dan naar Juinenworp gebracht. Hij heeft dat Juinen gegooid. Ik heb dan de markt een keer laten zingen. Merci Michel. En gans de markt ging erop. 30 seconden nadien hebben ze gezongen. Schalen hebben we naar bij Abal. Ik kon er hartelijk om lachen. Ik heb het hem uitgelegd. Chapeau voor de premier. En voor maar dat is de spirit van Aalst carnaval. Er komt altijd iets onverwacht om de hoek. Er zijn tal van geheimpjes rond carnaval. Maar je moet ook vaak voorzien zijn op het onvoorzienbare. En rekening houden dat met carnaval heel veel kan en heel veel mag, maar het moet wel veilig blijven.